Bestaat de ideale afslankpil? Dit is de Universiteit van Nederland. Mensen, dit is de ideale afslankpil. En hier ga ik multimiljonair mee worden. Ik ga er eentje nemen. Een beetje een rottig ding, geloof ik. Ik heb hem niet zo goed verpakt. Nou, smaakt goed. Een slokje water erbij. Dit is de ideale afslankpil. Wat is namelijk de ideale afslankpil? Een pil waarmee je meer dan 10% van je gewicht kwijtraakt. Zonder bijwerkingen, die je langdurig zou kunnen gebruiken. Als zo'n pil er zou zijn, wie van jullie zou hem dan gebruiken? Kijk, zie je wel. Ik moet u teleurstellen. Hij is er niet. De ideale afslankpil is er niet. Nou, stel je voor dat we een pil gaan maken tegen overgewicht. Hoe zouden we dat kunnen doen? Nou, theoretisch zijn er allerlei mogelijkheden. En de moraal van dit verhaal is ook dat je kunt het niet zo gek voorstellen of het is wel een keer gebeurd. Er is wel eens een keer iemand geweest die zegt van nou, laten we het een keer op die manier proberen. En ik heb daar straks schrikbarende voorbeelden van. Maar goed, wat zou je kunnen doen? Minder trek in eten, meer een voller gevoel, minder opname uit je darmkanaal, meer energie verbruiken, fat burners. Ik heb hier ook zo'n fat burner. Fantastisch, green tea fat burner. Wat kan je nog meer doen? Meer energie verbranden, minder vet opslaan, meer vet verbranden, bewegingspillen, etc. Er is natuurlijk enorm veel geld aan te verdienen en de vragen zijn enorm groot. Nou, het kan dus ook vreselijk misgaan. En ik heb hier een vreselijk verhaal. Dit is Eloise Perry uit Engeland. En die kocht op internet tabletten met DNP, dinitrofenol. Want ze kampte met eetstoornis, ze leed aan bulimia. En zij zei van ja, het risico is mij een slanke lijn wel waard, dus ik ga dat proberen. Maar het is een vreselijk triest verhaal, wat gebeurde er? Zij nam die DNP, dinitrofenol tabletten, ze nam er een beetje te veel van. En zij wordt doodziek, nog sterker, zij gaat gewoon dood. En het is een heel triest verhaal als je dat leest. Want wat gebeurt er? Dinitrofenol, voor de biochemische onder u, die activeert je ademhalingsketen. Dat betekent dat de thermostaat op hoog gaat. Je gaat heel veel inderdaad verbranden. Maar je gaat eigenlijk ongelimiteerd energie produceren. Je krijgt hoge koorts en uiteindelijk houden je organen ermee op. En dat is wat inderdaad met die arme Eloise gebeurde. Zij schrijft ook nog een paar uur voor haar overlijden. Op dat moment zijn haar nieren al uitgevallen, haar lever doet het al niet meer. Dus die gaat gewoon dood. Schrijft ze nog een vreselijk triest briefje aan haar leraar van ja, sorry, ik had dat niet moeten doen. Haar moeder is notabene chemicus. Die heeft dat later opgepakt en die heeft gezegd van ja, jongens, dit is krankzinnig. Ze heeft echt de publiciteit gezocht. Hè? Dit stofje, dinitrofenol, wordt nog steeds verkocht. Elk jaar sterven er een aantal mensen aan dinitrofenol. Het werd in 1933 overigens in een gezaghebbend tijdschrift gewoon aangeprezen als afslankmiddel. Nou, laten we even teruggaan naar de onschuldige middelen. Nou, ik heb hier een paar staan. Wat zou je nou kunnen doen? Nou ja, bij het kruidvat zie je ze bijvoorbeeld staan en bij al die andere drogisten zie je ze staan. Maagvullers, gelatineachtige dingen met vezels. Werkt dat? Een beetje, eventjes. Vaak is het zo dat als je ze vlak voor de maaltijd neemt, dat je wel iets minder gaat eten, maar de ervaring leert dat je tussendoor gewoon gaat compenseren. Uiteindelijk lost het niks op. Beetje hetzelfde als met water drinken. Dus laatst ook weer een kleine publicatie van als je elke maaltijd daarvoor een glas water drinkt, ga je ietsje minder eten. Een paar kilocalorieën. En dan zijn er van die goochemers die zeggen van ja, maar het eind van het leven, al die kilocalorieën opgeteld, scheelt dat 5 kilo. Ja, maar amahoula, zo werkt dat natuurlijk niet, hè? Er wordt natuurlijk steeds tussendoor wordt gecompenseerd. Dus dat werkt niet, die vullers. Dan is het idee van verminderde energieopname. Nou, dat is. Dat wordt wel gezien als interessant. Er zijn middelen die bijvoorbeeld de bacteriën willen beïnvloeden. Maar daar is er eentje van op de markt. En dat is Orlistat. Alli. Dus de enige officiële in Nederland toegelaten. Op recept en zonder recept, de lage dosis. En wat doet Orlistat? Orlistat remt enzymen in je darmkanaal. Als je vet eet, moet dat vet worden opgenomen uit je darmkanaal om
in je lichaam te komen. Dat vet wordt eerst gesplitst door een enzym. En als het niet gebeurt, dan kan dat vet niet worden opgenomen. Dus dan verlaat het het lichaam. Orlistat. Interessant stofje. Ik zal beginnen om een indruk te geven hoe dat werkt. De bijsluiter is voorlezen van Orlistat. Nou, hou u vast. Geen smakelijk verhaal. Bijwerkingen. Zeer vaak. Meer dan 10%. Olieachtige vlekken. Winden met verlies van ontlasting. Sterke defecatiedrang. Dus dan moet je vaak naar de plee. Vettige olieachtige ontlasting. Olieachtige lozing. Flatulentie. Winderigheid en zachte ontlasting. Dat is natuurlijk geen prettig verhaal. Daar moet je wel wat voor over hebben, hè? Ali. Wij waren betrokken, ik was zijdelings betrokken bij een paar onderzoeken bij Ali. Het was zo erg dat de deelnemers maandverband nodig hadden. Maar dan wel op een andere plek dan waar het maandverband normaal voor bedoeld is. Het staat ook in de bijsluiter, of die voorlezen, draag bij voorkeur donkere kleding. En dat over... Dat is vies, hè? En dat voor 5% gewichtsverlies. Nou, dat vind ik... Nee, dat is niet waar. Dan zijn er andere stoffen die werken op transportsystemen. Dat is ook eens even boeiend. Dus in ons darm is heel erg efficiënt bezig om stoffen uit dat darmkanaal te halen. En daar was er eentje ontwikkeld. En daar hebben ze, uiteindelijk had dat veel bijwerkingen. Dat was slecht voor je lever. Dat hebben ze maar een middel tegengemaakt voor gebruik bij honden. Nou ja, goed. Wat kan je dan wel doen? Nou... Op dit moment is erg in de belangstelling een hormoon, GLP-1 heet dat, wat wel gebruikt wordt bij suikerziekte, bij diabetes. Moet gespoten worden op dit moment nog. Maar dat lijkt tot enigszins gewichtverliezen. Ongeveer 5%. Als je te veel neemt, word je misselijk. Met andere woorden, ook niet echt lekker. Goed. Nou, dat is dus niet zo'n positief verhaal. Hè? En ja... Dan zijn er bijvoorbeeld fatburners. Nou, ik heb hier zo'n fatburner meegenomen. Die groene thee, waar is die? Deze is deze. Ja. 2 a day can burn your fat away. Nou, mensen geloven niet, het werkt niet. Ja, dat dinitrofenol, hè, dat voorbeeld. Maar ja, dat is vreselijk, dat moeten we dus niet nemen. Dus fatburners beginnen niet aan te werken. Nou, het enige wat echt lijkt te werken, zijn stoffen die ingrijpen op de hersenen. Dat zijn stoffen die ingrijpen op de beloning, op hoe wij reageren, op de energiehuishouding. En daar zeg ik van ja, waar zijn we dan mee bezig? Dat zijn stoffen die werken inderdaad. Amfetamine, u kent waarschijnlijk amfetamine, dat is een opwekkende stof, is bekend, vroeger was het zelfs op de markt, daar viel je van af. Maar je speelt wel met vuur. Dus helaas, dames en heren, helaas heb ik geen positief verhaal. Ik heb wel een horrorkabinet voor u. En dat is de waarschuwingen. Ik had zo pas al het verhaal van dinitrofenol. Dat verhaal van die arme mevrouw die overleed door die pillen. Maar ik heb een paar voorbeelden van horrors. Allereerst bloedzuigers. Nou, dat is even de wet vroeger gebruikt, maar die slaan we maar even over. Hè. Maar de andere die ik heb is HCG. Wat is HCG? Dat kennen we ook als het moeders voor moedershormoon. Humaan chorio-gonadotrofine, hele mond vol. Dat zit, als je zwanger bent, zit dat op een gegeven moment in je urine. En daar hebben we een heel programma voor. Hè. Dat wordt verzameld. Je kan je urine wordt ingezameld. Dan wordt het HCG uitgehaald. En dat helpt dan om vrouwen die niet zwanger kunnen worden, doordat ze een ovulatieprobleem hebben, kunnen ze zwanger worden. Wat blijkt, dat HCG in bepaalde klinieken wordt misbruikt, het is verboden, om af te vallen. Dus die vrouwen denken dat ze andere vrouwen een dikke buik bezorgen, maar dan een mooie dikke buik. Het wordt gebruikt tegen een andere dikke buik. Heel merkwaardig. Nog eentje van het horrorkabinet is Ritalin, gebruikt tegen ADHD. Nou, ik weet niet of je dat weet, maar er is een behoorlijke handel in Ritalin, methylfenidaat. Bijvoorbeeld om beter te studeren, maar ook om af te vallen. En Ritalin is een amfetamine-achtige. En Ritalin moet je alleen gebruiken als je het nodig hebt. Voorschrift van de dokter. Maar goed, er is helaas een handel in Ritalin. Je kan het ook op internet bestellen om af te vallen. Niet doen. Nog een ander principe zijn antitumormiddelen. Nou ja, die zijn gelukkig niet op de markt gekomen. Maar het geeft wel aan hoe krankzinnig men denkt als het gaat om vetverliezen. Het idee was van bij tumoren heb je zogenaamde
angiogenese remmers. Dat zijn dus een bepaalde therapie waarbij de bloedvaten, de vorming van bloedvaten vermindert, zodat die tumor als het ware verhongert, minder hard gaat groeien. Dat is gewone therapie, dat is natuurlijk heel goede therapie. Maar om dat nou te gebruiken bij vetweefsel. Hè? Nog zo eentje, het horrorkabinet. Clenbuterol, gewoon te koop. Sportscholen, overal te koop, niet duur. Hier zie je zo'n mooi plaatje. Voor clenbuterol, na clenbuterol. Clenbuterol is een stof die ja, je eigenlijk... Hij wordt ook bruiner, ja, dat is interessant. Hè? Ja. Hij ziet er helemaal beter uit. Clenbuterol, dat activeert je zenuwstelsel, waardoor je als het ware in een activatietoestand, een vluchten, vechten, vrees, fight, flight, fright reaction. Daardoor ga je meer vet verbranden en meer spieren. Eigenlijk geef je het lichaam het gevoel alsof je continu arbeid moet verrichten, of je continu aan het rennen bent. Dus met andere woorden, geen vrolijk verhaal. Nou, kan de geneeskunde dan helemaal niks doen aan overgewicht? Nou, helaas niet zoveel. Pillen, ik zou er niet aan beginnen. Wat kunnen we nou eventueel nog wel? Ja, als je echt zwaar bent, bariatrische operaties. Hè? 10.000 mensen per jaar, tenminste, worden op dit moment geopereerd, krijgen maagverkleining, een maagbandje, een bypass. En dat blijkt te werken. Maar denk daar niet te lichtvaardig over. Hè? Je krijgt, komt sowieso alleen maar in aanmerking als je echt veel te zwaar bent, heel veel andere dingen al geprobeerd hebt en onder strikte begeleiding. Dus al met al een vrij pessimistisch verhaal. De geneeskunde heeft geen antwoord wat dat betreft over overgewicht. De best werkende stoffen werken in je hersenen. Nou, nogmaals, ik denk dat je dan met vuur speelt. Je werkt op systemen die ook allerlei andere dingen doen. Dus het enige wat dan rest is opereren. Of iets aan je leefstijl doen. Nou, wat we aan een leefstijl kunnen doen, ga ik straks vertellen in het volgende college.